Oké, we zijn weer terug. Het kost helemaal niet veel tijd. Nee hoor. Ik denk dat ik dan maar gelijk naar de baas toe ga en in. En op mijn gemak dit een beetje ga verkennen. En dat ik niet telkens terug hoef. Dat ik zeg maar alleen hoef te spannen bij die bas. Archstone. Dus dat ga ik maar even doen. Ik wil deze pakken. Kijk, ik zie hier niet val. Dit is de bos van Gator. Oké. Nou, de zwakte van deze baas is dat hij blind is. Dus hij. Weet niet waar je bent. Dus hij valt maar. Hij slaat maar in willekeurige plekken. Telkens. Maar er zijn nog steeds wel aanvallen waarvoor je moet uitkijken. Oef. Mis. Maar zo is hij niet echt een moeilijke baas. Maar je kan dit gewoon blijven doen namelijk. Oeh. Hij is wel wat. Onvoorspelbaar, zoals net.
gewoon wel overzichtig spelen. Wordt wat een beetje agressiever. En hij is dood. En nu kan ik weer alle shines verzamelen in deze baskamer. En daarna ga ik terug naar Nexus. Oh ja. Dat is naar beneden gevallen. Wow. Holy arrows. Ja, en via die bas... de fog kom je bij de laatste bos, maar dat doe ik niet meer in deze video. Ja, terug naar Nexus. Dan kan ik weer wat levels omhoog en mijn spul repareren. You come back alive. I need your best. Thou seekest then soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted so the world might be mended. En dan ga ik ook mijn strength upgraden om die boog te kunnen gebruiken. Dus ik kan nog één level omhoog. Dat stop ik in vitality. Ja. Oké. Yes, I'm done. Art thou done? Oké. In de volgende video ga ik dus de laatste baas van de Shrine of Storms probeer af te maken. Dus tot dan.